New York, Parijs en Londen hebben genoeg van de tentenkampen van de Occupy-demonstranten. De Franse en Amerikaanse autoriteiten hebben de anticapitalistische betogers al verwijderd. De Britse hoofdstad is van plan dat te doen. In Eindhoven kreeg de groep die sinds 5 november op het Kluisplein bivakkeert te horen dat ze nog tot 29 november mag blijven zitten. EDTV ging op visite om te horen hoe het gaat met de betogers, maar kreeg nul op request. De demonstranten praten niet meer met de media, omdat die bevooroordeeld te werk zouden gaan. Het zou in hun ogen alleen maar gaan over het hebben van ongewassen haar en het vragen naar de kou. Inhoudelijk willen ze helemaal niets kwijt over hun doelstellingen. Een lastige opstelling als je een statement voor het verbeteren van de wereld wil maken. De vrijheid benutten zoals je hem zou kunnen benutten zonder andere mensen daarmee tot last te zijn. Met het doel om een betere leefbaarheid te creëren. Die ene demonstrant die wel iets wilde zeggen, werd binnen een paar tellen teruggefloten door een medebetoger. Vandaar dat hij niet in beeld is. Maar, ik geef geen interview. Nee. Ja, oké, nou, ik heb het nou af. Wij gaan voor een vrije wereld, ikke. Mocht u willen weten voor welke idealen de demonstranten staan, loop dan eens langs op het Kluisplein. Ze leggen het u wel graag uit. Ja.